Opeenvolgende Arubaanse regeringen hadden altijd een groot probleem om verantwoordelijk om te gaan met personeel. We moeten ons er goed bewust van zijn dat het altijd de politieke partijen aan de macht zijn die bepalen wat de regering doet. En op het gebied van personeel hebben de betrokken politieke partijen zwaar misbruik gemaakt van hun macht om personeel te benoemen. Dit vond plaats zonder enige consideratie met de gevolgen voor de Arubaanse bevolking. Vanaf het begin van de status aparte werden de opeenvolgende regeringen jaarlijks ernstig gewaarschuwd door alle adviserende en controlerende instanties van Aruba en daarbuiten. Zonder uitzondering waarschuwden zij dat de hoeveelheid overheidspersoneel te hoog was. Aruba had domweg onvoldoende geld voor de hoge kosten van al dat personeel. Daarom moesten regeringen regelmatig veel geld lenen om onder meer de toenemende kosten van het personeel te betalen. Maar hoe komt het dat de Arubaanse regering nog banken zich niet gehouden hebben aan dezelfde normen voor families en bedrijven, te weten om geen personeel in dienst te nemen als daar geen geld voor is? Voor banken is het antwoord simpel. Zij weten dat zij altijd hun geld terugkrijgen, omdat de regering zijn inkomsten met nieuwe belastingen probleemloos kan verhogen om zo zijn schulden te betalen. En voor de regering, dat wil zeggen de politieke partijen, geeft de benoeming van meer personeel een grotere zekerheid dat hij meer stemmen krijgt bij de volgende verkiezingen om door te kunnen regeren. Volgens internationale schattingen levert elke politieke benoeming minimaal 4 stemmen op voor de partij. Maar feitelijk zijn politieke benoemingen niets anders dan corruptie. Waarom is dat zo? Wanneer mensen campagne voeren voor een politicus of een politieke partij, moet die politicus of die partij zelf betalen voor diensthulp. Maar het is een gewoonte geworden dat de campagnevoerder en andere assistenten in overheidsdienst worden genomen van het land Aruba. Ook als er geen behoefte is aan meer personeel of wanneer die persoon niet de noodzakelijke kwalificaties heeft. Het gevolg daarvan is dat de politicus of de politieke partij de bevolking laat betalen voor hun campagnevoerders en assistenten. Ook worden zij beloond met een salarisverhoging, de toekenning van een terrein of een project. En daarvoor worden het geld en de eigendommen van de bevolking misbruikt. In alle opzichten gaat het hierbij dus om corruptie. Want er wordt handel gedreven met staatseigendommen en dit privilege wordt verleend in ruil voor een stem of werk, zoals campagne voeren, voor de partij. Waarom is dit zo schadelijk voor Aruba?